En welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update nummer 63. Een week later dan gepland. Maar we zijn er. Maar we zijn er. Vorige week was ik was een weekendje weg en er zat Koningsdag tussen. En, ja, we nemen normaal op een donderdag op. Dus er zat een beetje vandaag straks woensdag, maar dat is weer een ander verhaal. Als jij deze kijkt, is het donderdag, vrijdag waarschijnlijk, of later een keer. We hebben weer een hoop nieuwe dingen. En ik ga jou uiteraard deze keer laten zien. Ja, niet alleen nieuwe dingen, ook... Ook oude dingen. Ja, ik zou wel laten. Verse dingen. Verse dingen. Verse dingen ook al. Verse dingen. Kijk, soms kun je namelijk, als je wil... Ga je wel eens naar de bakker? Ik ga wel eens naar de bakker, je tegenover zit een bakker. Ja, dat hoeft nou niet meer, nee. Soms kun je tegenwoordig ook wel eens... Zelf een mooi stokbroodje tevoorschijn halen. Het ruikt zelfs aan brood, hè? Dat is gok. Ja. Nou, deze hebben we ook al heel lang en dat was wel een hele toffe. Stel voor je houdt hem tegen een raam bij de bakker. Dat is ook cool, hè? Sta je bij de bakker, nou je hand tegen de raam, trek je zo het stokbrood zo door het raam heen. Alsof je de bakker uit de etalage haalt. Dat is ook cool. Kan met dit allemaal. Lijkt camera truc, maar is het niet. Nee, dat is... Het heeft een hele mooie naam. Extra Dimensional Space Baguettes. Hey. Met onder de instructie, zal de instructie me even niet laten zien? Nee, de instructie is helemaal papier met foto's, dus dat zullen we niet laten zien. Kost 45 euro. Is hij moeilijk? Nee. Heb je kleine handen nodig? Nee, je hebt grote handen nodig. Daar zeggen we er wel bij, toch? Ja, handen... Hoe groter je handen, hoe makkelijker de truc. Ja. Dat is het eigenlijk, maar het is wel een cool ding. Dus ik stond hem nu op te eten, ik hoor geen handen kruimels en alles. Ja. Straks? Kan. En nou een blok kaas. Ja, dat was mooi geweest, maar doen we een andere keer. Krabbier? Nee, dat is vroeg. Krabbier is wat vroeg. Hey, je hebt hier een spel kaarten liggen, zie ik? Ja. Oh. Ik zal je eventjes wat laten zien, René. Gewoon spel? Ja. Allemaal verschillend. Ja. Oké, ik wil je vragen om op een willekeurige plek stop te zeggen. Stop! Hier? Ja. Dus niet de schopper 3? Nee, schopper 3, maar die ook, ja. Maar die kaart hier bovenop dicht. Oh, die is op. Ook gekozen en gesigneerd, zie ik. Okay. Als je dat gedaan hebt, mag je de kaart terug in het spel doen. Mag gewoon tussen? Ja, goed schunnen. Ja. Mag de kaart in het doosje doen. En dan ga ik proberen om jouw kaart te raden. Ik ben benieuwd. Ik denk dat jij gekozen hebt voor deze kaart. Maar ik wil je even vragen om het doosje in je hand te houden. Tussen je handen in. Goed vasthouden, dat er niet aan kan komen. Dan heb ik hier namelijk wat zout. Dan doe je er wat zout overheen. Want ik vind je af en toe wel een beetje flauw, René. Nou zeg. Zo. Maar het mooiste is, zou je nou langzaam met zout af willen kloppen of af willen blazen? Van mijn hand af willen halen? Ja. En als het goed is... Hup. Is dat te zien? Ik kan even moeilijk inschatten. Ik draai even een beetje. Ja, hier staat een harte 2, ik weet niet of jullie het daar boven goed kunnen zien. Ja, harte 2 in ieder geval staat er duidelijk op, ja. Hier. En als je wil kun je dat ook afvrijven. Hè? Oké. Okay. En even voor de duidelijk, ik heb hier natuurlijk ook harte 2 op staan. En hey, dit cool. Is beer. Dat is een manier, hè, om beer te vertonen, toch? Ja. Even dit een beetje. Sorry, ik doe even hier live. Dan zijn we de hele update overal zout liggen. Top. Dus ja, berg. Makkelijk. Het is niet moeilijk. Ik heb, toen ik binnenkwam dacht ik van, zou dat wel werken? Toen heb ik de video gekeken en dat heb ik het meteen gedaan bij de eerste beste die binnenkwam. Ja, hetzelfde ook. Ja. En het werkte, ik dacht, dan doe ik er dan nog meteen eentje achteraan. Daar werkt het ook bij. Ze zeggen dat het, ik ga niet uitleggen hoe het werkt, maar je kunt er 2 uur mee rondlopen, zeg maar, eventueel. Ja, voordat je het gaat doen. Als je het voordat je het echt gaat doen. Dus ja. De mensen die al misschien... Terug gaan kijken of wat dan ook, die weten misschien wel wat ik gedaan heb. Maar... Jij hebt het live gedaan.
Ik heb het, je had het live voor kunnen brengen, maar je hebt het live gedaan. Ja, dus je kunt, het, verschil. Je kunt het live doen. Je kunt op het begin van de avond iemand een hand geven en je gaat 2 uur later gaan. Dan moet het normaal gesproken nog kunnen. En je kan ook iemands naam vragen, letters. Ter plekke zeggen, boem, kan het op een hand verschijnen. En wij hebben het zout gedaan, wat we hier hadden, dat we niet met vuur wilden spelen. Maar het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld dat je een papiertje aansteekt waar een, noem maar iets, een naam opgeschreven is. Dat verbrandt, je pakt de as ervan. Doet hij erop en dan staat het in zwart op je hand. Kan klein, kan groot, is wat je zelf wil. Kan met peper, volgens mij ook nog, van alles. Ja, met peper, ja, alle kruimelige dingetjes die blijven zitten. En het gave is inderdaad, als het wrijven is het ook echt weg. Het is niet schadelijk. Nee. En ze zeggen dat, ja, sorry, zeg maar. En het mooie is, je voelt ook niks. Nee. Plak. Nee. En het geheim zit allemaal ingebouwd. Ja. En die, ze zeggen dat hij nooit uitdroogt. Ja. En wat ook mooi is, het staat niet bij de beschrijving, maar je kunt hier eventueel ook kaarten mee markeren. Oh ja? Oh. Ja. Oh. Oké, wist ik niet. Kan. Okay. Dan kun je het op een bepaalde manier achteraan. Oké. Okay. Nou, dit is dus Bear. En Bear kost €37,50 met online video instructie. Mooi doosje ook erbij. Fantastisch. Van Vanishing Ink. Dus weet je eigenlijk dat je geen risico neemt. Op het algemeen brengen ze geen... omeluid, zoals en de, hoe heet die, de Brothers? De Order Brothers. De Order Brothers. En daar is Ashpaper ook van en dat vind ik ook gewoon leuk. Die hebben gewoon leuke dingen. Ja. Hey, touwtje. Zo, wat ga je vandaag doen? Welke kleur heeft dit? Wit. Zeker weten? Rood. Juist. Dit is de Amazing Color Changing Rope. Verkopen we eigenlijk al jaren. Nou, verkochten we jaren geleden. Gedurende lange tijd, totdat ze van de markt verdwenen. Ik zag laatst, hey, ze hebben ze weer. Dus ik heb er een hele aantal besteld. Ja, je zag wat er gebeurde. Het touwtje verkleurt tussen je handen. Soms lukt het ook, moet je even oefenen. Dat je met de lucht gooit dat hij verkleurt. Nou, daarvoor heb ik het te lang niet gedaan. Dat lukte mij net even snel niet met proberen. Dus daarom doe ik het tussen mijn handen. Dus het touwtje verkleurt razendsnel. Kost €10,95. Met instructies erbij. Ja, moet je er meer over vertellen? Nee toch? Dat is de snelste truc ooit. Zo ongeveer. De Amazing Color Changing Rope. Dan heb ik hier nog iets. Ik ben benieuwd. Rift. Rift, ja. Dit is een... Laten we even video onder een beeldje wat er gebeurt ook. Maar vertel, het allemaal. Ja. Het is een kadoraam. Dus je laat de toeschouwer een kaart kiezen. Die gaat terug in het spel. De kaarten worden uitgewaaierd tegen de ramen. En de toeschouwer mag de handen tegenaan houden. Je gaat naar buiten, naar de achterkant. Je laat je handen duidelijk leeg zien. Ja, op je rug zelf. Zet op je de rug. Je gaat met de mond naar de kaarten toe en je trekt er letterlijk een kaart aan mee door naar aan. Door het raam. Je hoeft daarna geen carglass of iets te bellen. Dus ja. Ja, wat ik het mooie vind van dit. je hebt soms trucs waarvan je denkt. Ja, maak je het open. Magneetje, touwtje, kaartje. Dit is een kant-en-klaar professioneel gemaakte gimmick. Je moet hem aanpassen. De aanpassen hebben we het over een half minuut werk, eenmalig. En dan is hij voor altijd klaar. Nou zeg, maak er maar niet van. Want je moet hem even op jouw lichaamsgrootte aanpassen, zeg maar, zo moet ik het zeggen. Het klinkt ingewikkeld, maar is het echt niet. En als je het ding eenmaal bij je draagt, kun je eigenlijk de truc altijd doen. Ja, en het kan verschillen met alle kaarten. Ja, het kan met alles wat kaarten. Je maakt niet uit wat je doet. Het is niet gemaakt, want ze geen serieerde kaart zijn erbij. Als je een harte 2 kiest en die gaat harte 2 door het raam, maar niet met handtekening. Is natuurlijk wel te doen met, nou ja, als je tv-goochelaar bent zou dat wel kunnen. Maar wij als gewone goochelaars, helaas, kunnen dat niet zo doen. Ja, nogmaals, professioneel gemaakte gimmick. En dat is gewoon, vind ik al een heer, ik kan het niet laten zien. Ik ga op snel spieken. Oh. En dat vind ik al de moeite waard. Je krijgt echt een truc, kant-en-klaar truc. Voor €32... 95. Dat is ook een strakke prijs voor iets wat als je, stel wil je een promotje wil maken van je website of zo, en je is een vet cool om dit te gebruiken op je promo, waarbij je met je hand op je rug een kaart met je mond door het raam heen trekt. Ja, ik vind het een cool ding. Ja. Kunnen we niet demonstreren bij gebrek aan een raam? Maar ja. Dat is niet heel handig. Maar in principe is het ook niet moeilijk te doen. Dus hij is, de gimmick doet eigenlijk het werk. Aan een reset, mag ik het ook even vragen? Reset moet je, is niet moeilijk, is in principe 3 seconden, 4-5 seconden. Je moet even bij het publiek werken en dan reset je hem.
Het is net zoveel werk als dat je in principe een kaart in je binnenzak zou steken, laat ik het even simpel zeggen. Dat is je reset. Dus dat is ook niet veel. Alleen moet je dat dan niet doen waar mensen bij zijn, want dan zien ze wat je aan het doen bent. Ja, ja. Rift. Hey, heb je ooit gehoord van Uri Geller? Ja, toch hè? Ja, ik ben ook aan het oefenen. Heb je een labeltje? Eerst het steeltje. Dan de kom. Anti-zwaartekracht. We buigen omhoog vandaag en niet omlaag. Want dan zeg je jammer. En buig. En buig. En buig. Maar aan buig zelfs. En buig. En hij buigt compleet. Dat als je een compleet gebogen lepeltje hebt. Je mag het even zo gerust checken. Het is niet dat er iets mee aan de hand is. Zeg maar. Het is echt gewoon gebogen. Nee, dit is weer dan niks. Dit is de Perfect Band. Ook een oude truc ook. Maar soms komen wij dingen tegen de magazijn en denken we, oh, die kunnen we ook een laten zien. En deze greep ik in het laatste moment eventjes bij. Is de Perfect Band moeilijk? Nee. En het is nog makkelijk als je de lepel niet meteen wil laten onderzoeken. Je kan namelijk daar ook buigen en dan gewoon in je zak stoppen. Als iemand zegt, oh, mag ik die lepel even zien? Dan zeg je, tuurlijk. En dan zeg je, alsjeblieft. Ik kan niet meer verder uitleggen waarom, maar de mensen die een beetje weten hoe het zit, die kunnen dat wel inschatten. Maar de gimmick is zelfwerkend, dus de lepel buigt zonder dat je daar echt heel veel voor moet concentreren. Zeg ik dan te veel? Nee. Niet te vergelijken. Het lijkt een beetje op de Tenyo, de Ultimate Spoon, die ook vanzelf buigt. Daar valt ook nog in twee stukken. Het heeft deze niet, deze buigt alleen. En kost 35. Euro. 35 euro met Nederlandse instructies voorzien van vele kleuren foto's. De Perfect Band. Nou, we gaan wel even een sneltrein doorheen. Dan heb ik hier spelkaarten. Suck my Piep. Deck. Ja, een rare naam van spelkaarten. Ik heb ze nog maar niet opgehaald. We hebben net de foto eraf gehaald. Dit is de achterkant. Mooi, strak design. Het doosje was ook wel mooi, ook een 3D folie en bossing erop. Het heeft ook een brede rand, vind ik. Die is smaller. Ja, smal en de jokers. Ja, maar dat zou de joker zijn. Het zijn allemaal jokers. En dit? Oh, nee, toch niet. Ja, dat zijn ze inderdaad. Alle plaatjekaarten hebben vogels erop. En alle nummerkaarten, laten we het noemen, die hebben één pip en afwijkende kleur. Dus als je ziet hier bijvoorbeeld een schop 9 of anders weer gerangschikt. Ik leg de plaatjes even neer, want ja, we vragen mensen meestal toch wel aan. Ja, dat is goed, goed idee. Mooi hoor. Kijk of er wat bijzonder bij zit. Nee, zijn alleen die peps, dat er een ander kleurtje tussen zit, dat maakt wel apart hè. Oh, dat is ook wel een mooie. Dat is hier ook hard. Het schop is hier één rood en zwart. Ja, ik vind wel mooi. Ja. €10,95 voor de voor doosje. Suck My Deck kaartspel. Trick wil ik zeggen, maar dat klopt niet. De kaarten zitten er natuurlijk wel luxe, in. Luxe kaarten. Ja. Het is geen bicycle stok, hè? Ja, ik vind zo. Ja. Ze zijn. Liggen anders in de hand. Ze zijn wel goed te spreiden. Mm-hmm. Mooi. Ja, ze zijn goed te spreiden. Ze werken perfect hoor. Er is niks mis mee. Een mooi design. Ja. Dus Suck My Deck kaartspel. Dan kregen we van diverse mensen het verzoek. Of de vraag: hebben jullie Static Kit? Hebben jullie Static Kit? Ik zeg gewoon. Nee, maar ik moet even zoeken wat het is. Dus ik heb internet opgezocht. Een kindertruc. Nou, ik zal het laten zien. Static Kit. Ik kan hem hier niet laten zien. Ik heb hem nog niet geoefend. Maar het idee is, en dat is echt wel grappig. Ik laat hier onder even ook een stukje van het filmpje zien. Als dat lukt. Want ik weet dat daar iets van auteursrechten op de muziek staat. Wat ik hem niet kan downloaden. Maar hij staat wel op onze pagina. Je hebt een stapeltje lepels. Ja, je hebt een aantal lepels en je pakt een ballon en zeg je tegen je kind, kom maak jou eens even statisch. Dan ga je over zijn hoofd met die ballon en dan pak je een lepeltje en dan wordt hij compleet magnetisch. Kun je alle lepeltjes aan zijn neus en overal kun je lepeltjes aan vasthangen. Super hilarisch, super grappig ook.
Met een cd met rechtenvrije muziek erbij. Complete instructies erbij. Alles wat je nodig hebt. Ballon zit erbij. Lepel zit erbij. Helemaal compleet. Ja, het is een hilarische routine als je kindergoochelaar bent. En je wil de boer op stel te zetten. Dit is hem. Tom Begoen doet hem werkelijk overal waar ook maar één kind in de zaal zit. Zegt hij, maakt niet uit, er zit maar één kind in de zaal. Naar boven. En die truc doen. En het is altijd lachen, gieren, brullen. Nou. Maar even ook leuke dingen vind ik. Ik heb laatst ook iets gezien van... Van Tom, ja. Ja, van Hypno... Een hypno bezoeken en zo, dat vond ik ook wel grappig. En Tommy Toilet Paper. Ken je? Mm-hmm. Of Timmy. Ja, hij is echt een comedy magician. Hè? Dat weet je ook echt dat hij dat als titel, zeg maar, heeft. Ja, staatticket. Kost €79. Nogmaals, helemaal compleet. We hebben hem exclusief voor Nederland en België. Dus doe daar je voordeel mee. Leuk ding. Ja, want er komt nog niet zo heel veel uit op kindergebied. Dus als er dan iets uitkomt... zijn we daar heel blij mee. Dus staat die kit. Mijn beste doelstelling aan je hand hangen nou. Nee. Hé, hey, nou had jij laatst een goed idee. Ja, dat. Starterpakket. Leon zegt, is het geen goed idee als we van een soort starterpack maken. Of een sample pack. Waarbij je mensen kunnen zien wat er allemaal is aan flash spullen. Nou, dat is helemaal niet een stom idee. Gewoon even laten zien. Ze hebben... Ik moet het halen eruit. Hebben even zitten sorteren. Ligt uitgedrukt. En je krijgt inderdaad van eigenlijk alles wat er aan flash... Ja, laat erin zitten. Alles wat we hebben, krijg je wat. Je hebt flash watten, wit, flash kort wit, flash kort zwart, flash watten zwart, twee flash sigaretten, flash biljetten, €20 en €50. Je krijgt een complete flash... pad gewoon erbij, je krijgt een complete flash pad sparkle erbij, je krijgt een vel sparkle paper groot, je krijgt een vel flash papier normaal, je krijgt een vel flash papier extra dun. Ik had het kunnen voorlezen, het staat allemaal eigenlijk perfect op de, helemaal erop, dus kun je altijd terugzien wat erin zit. Een vel flash papier middelwit, 20 bij 25, een keer flash papier extra dun, 20 bij 25, een vel flash papier sparkle, 20 bij 25, een keer flash paper pad, 20 vellen, 5 keer 7,5 centimeter. Flash paper pad sparkle, 20 vellen, staat hier op 20, 20 vellen. Ja. Een biljet money, €20 en €50. 2 gram flash watten snel wit en 2 gram flash watten snel zwart. 1 meter flash kort wit, 1 meter flash kort zwart en 2 flash sigaretten. Compleet. Dus als je denkt, ja, ik weet niet wat het beste is voor mijn dingetje, gewoon dit pack bestellen, dan heb je van alles wat. Het kan allemaal opgebrand worden, dus maak dan. Ja, lees wel even de waarschuwing even van tevoren. Ja, blijf vuur. Dat is ook, ja. Kost €24,95 voor dit allemaal. Dus zit je onder de prijs van als je dit, zeg maar... Ja, die kun je niet loskopen deze hoeveelheden, maar... onder de prijs die je normaal zou betalen voor de spullen. Dus het is wel echt ook nog een... Ja, een soort voordeelpack. Ja. Ja, sowieso net als... Ja, allemaal alle flashmaterialen verkopen toch wel veel. Dus het is goed om te zien wat er allemaal bestaat. Wie weet dat je ergens voor nodig hebt en dan weet je niet eens... Oh, is er ook touw wat kan branden? Ja, is er ook een heet flashcore. Duidelijk. Ja. We zijn echt raket vandaag. Eén laatste dingetje nog. Ik laat het even zien. Nou, wat is dit? Dit is Everlast. En Everlast, daar zou je een truc mee kunnen doen. Maar dat gaan we niet doen. Het enige wat we kunnen zeggen is voor de mensen die gebruik maken van een Swami Writer. En die dat ding moeten tevoorschijn halen, weghalen, noem maar op. Dat is in principe niet meer nodig. Want er is nu... de Everlast. Je hebt tegenwoordig vaker als modebeeld dat mensen een ring dragen en een duim. Nou, dat heb ik in dit geval ook even. En dit is nu je nieuwe Swami. Klaar. Altijd klaar. Schrijft altijd. Nou, ik zal het laten zien. Er zit een knopje op. En het is heel zacht metaal, waardoor je op wit papier eigenlijk schrijft alsof het potlood is. Nou, ik ga verder niet uitleggen wat de truc erachter is. Dat weten de mensen die dat ding gebruiken. Ik zou wel nog één dingetje zeggen. Wat ook mooi is, als jij iets opschrijft met potlood. Mm-hmm. Ik zeg verder niks. En je doet dit. Dan kunnen ze de potlood uitgummen. En dit blijft dan... Ook nog, ja. Dus het ziet eruit als potlood, maar het is geen potlood, voor alle duidelijkheid. Dus het is een super cool ding. Je pakt het gewoon in je hand. Je doet wat je moet doen.
En het is gebeurd. Je kunt het gewoon altijd dragen. Het verslijt niet. Het gaat jaren mee. Je hoeft nooit te hervullen. En we hebben hem in twee maten. Maat 10 en maat 12 zijn Amerikaanse maten. Ik moet even uit mijn hoofd. Weet ik even niet meer wat dat de Nederlandse maten waren. Staat op de website. De prijs van deze ding is ook zeer interessant. 26,75. Dus net iets duurder als een simpele plastic zwami. Laten we het daar noemen. Dus de moeite waard. De Everlast. Ook met video-instructies erbij. Met alles erbij wat je kunt bedenken. In een mooi doosje. 26,75. Nou. Tuut, dat was het, hè? Ja, de close-up-mat hebben we nog. Close-up-mat, ja, die doen we de vorige keer. Dan gaan we ze alle close-up-mat doen. Dat vroeg laatst ook iemand. Oké. Okay. Gisteravond, we spreken hier woensdag, is een nieuwe website online gegaan. Er zijn nog wat kleine dingetjes die niet helemaal optimaal werken. Daar zul je niet direct last van hebben als je op de website zit. Er zijn meer wat technische dingetjes achter de schermen. Mocht je opmerkingen hebben, mocht je zeggen, hey, dat is raar, ik merk iets heel raars. Of, hey, dat vind ik een goed idee, of dat zou ik dan graag zien. Laat het ons even weten, dan kunnen we dat wellicht aanpassen. We werken sowieso dagelijks eigenlijk aan de website. Al is het om producten op de site, af de site, voorraad bij te werken, beschrijvingen bij te werken, foto's bij te werken. Makkelijker te laten vinden. Makkelijker laten vinden. Dus in principe werken we sowieso altijd aan. Maar het liefst hebben we natuurlijk dat die bij jullie past. Bij iedereen die op de website zit. Maak gebruik van de wensenlijst, een mooie functie, duidelijke functie waarmee je spullen gewoon op je wensenlijstje kunt zetten. En als je ze uiteindelijk ooit wil aanschaffen, sleep je ze of klik je gewoon om ze naar de winkelwagen te plaatsen. Dat hebben we natuurlijk het liefst. Dus, check de nieuwe site even als je wil. En voor de rest, we zijn gewoon donderdag en vrijdag gewoon open. Maar dan is het waarschijnlijk deze update is al nadat we... Na de vrijdag, laat ik zo zeggen, donderdag vrijdag. Nog iets? Ja, morgen is het... Donderdag? Ja. Ja, dat is goed nieuws. Overmorgen. Het is vrijdag. Dat was even een snelle, geïmproviseerde update, zonder veel voorbereiding. Sorry daarvoor. We moesten even tussendoor. Oh ja, dat is misschien wel goed, want we zijn vanaf vorige week... Zijn we weer gewoon open vanaf 10 uur 's morgens. Dat betekent dat we dames nu een beetje snel gaan. We willen de update voor het openen van de winkel af hebben. Het is nu 9:55. Er is nog niemand. Maar daarom is het wat meer. Is het opnemen van een update wat lastiger geworden. Omdat het bij de openingstijd moet. Maar goed. Dat betekent dat je wel de winkel kunt bezoeken op van dinsdag tot en met vrijdag. Ook van 10 uur tot 9:30 's morgens. En dan van 2:30. Tot 5. Dus je hebt gewoon 2,5 uur per dag extra. Op 4 dagen zijn 10 uur extra per week kun je de winkel opzoeken. Dat is veel. En zaterdag van 10 tot 4. Zaterdag zijn we, zijn we gewoon open van 10 tot 4. En zondag, ja, dan zijn we niet open. Dan zijn we niet open, maar dan kijken we af en toe of alles nog goed gaat. Dat was hem toch? Ik denk het wel. Ik heb hier nog een boek. Maar ja, er staan nog meer boeken. Er staan nog wel meer, ja. Ja, laat ze maar staan. Wel een goed boek trouwens. Even gaan stoppen. Ja, dat was het. Doei. Hoi.